We hebben hier drie klassen van groep 6. De Oranje Nassau School, welkom. Ja! De Maria School. Ja! En de Nicola School. Ja! Ja, dat klopt. We gaan inderdaad iets met afval doen. En weet je ook waarom we iets met afval gaan doen? Een ander woord daarvoor is professor. Nou, en hoe herken je nou een professor? Een witte jas? Dat zijn doktoren volgens mij. Hij heeft wel een jas aan. Wit haar. Een professor heeft een bril. Nou, kijk, dat klopt. Ik zal jullie laten zien. Nou, kijk. Zo ziet een echte professor eruit. Ja. Mooi, hè? Maar als die professor echt college gaat geven, en dat ga ik nou doen, een echt kindercollege, dan mag hij dat niet zomaar doen als hij officieel bezig is. Dan moet hij ook een baret op, een pet. Maar ja, er zijn wel meer professoren op de universiteit. Dus dan weet je niet, van, is dit nou mijn pet of is dat een andere pet? Baret hoort het eigenlijk te zijn, hè? Maar kijk, mijn naam staat erin. Dat is handig. En ik ben professor. Je kan precies zien of ze gegeten hebben. Dat kan ik bij jullie niet zien. Jullie zetten je kleren ervoor en je jas en zo. Dan kan ik niet zien of je gegeten hebt. Maar bij dit diertje kan ik dat wel zien. Kijk maar. Je ziet gewoon zijn darmen zitten net vol met voedsel. En hier hebben we dan weer een drieteenstrandloper. Die tussen dat dier. Hier zijn, hè. En dit vond ik er ook naast. Ja, dat noem ik dan echt een rotzooi, hè. Dat hoort hier eigenlijk niet, hè. Nou. Je ziet het wel op het strand, heel veel rotzooi. Dus ik zeg, ja, rotzooi. Oké, wat is rotzooi? Rotzooi is bijvoorbeeld plastic en dat zijn visnetten en zeecontainers. Maar de resten van planten, zeewier, de resten van dieren, krabben, kokerwormpjes, dat is eigenlijk geen rotzooi. Dat is heel nuttig. Dat zou ik dan nutzooi noemen. Dat was maar even een reiszak. Zou maar even moeten vinden. Heerlijk, zeg, om hier te zijn. Een hele goede indicatie. Ben ik hier bij de leerlingen van de zesde groep? Ja. Van de Sint-Nicolaas-school of Nicolaas-school? Ja. Steek eens even je hand op, Nicolaas-school. Geweldig. Ja, klopt. Want als er wat gebeurt op de zee, dan komen ze altijd bij mij. Kan het of mag het? En ik had niks gehoord. En ik kijk naar boven. En ik zie het helemaal zwart. En toen heb ik de walvis genomen, de koningswalvis, die altijd met mij op reis gaan. Ik zei, wij gaan naar boven, we gaan kijken. En toen kwamen we naar boven. En toen lag er zo'n dikke laag en dat noemt men soep. En weet je wat soep is? Dat is niet die lekkere echte soep die je moeder thuis maakt. Nee, soep, dat noemen we in die wereld vuilnis. En dat was zo vreselijk groot. Plek, dat was zo groot als heel Nederland. Ja, jij gelooft me niet. Ja, maar het is echt zo. Dat zou ik eigenlijk... Laten we één ding even afspreken. Als je thuis op internet zit, dan ga je dat woordje opzoeken. En dan vind je hoe groot het is, waar het ligt, en dan zegt hij had toch gelijk, Neptunus. Ja, het enige wat we eraan kunnen doen, dat is ons verhaal aan jullie vertellen. Maar jullie zijn, na deze meeting natuurlijk, de ambassadeurs van de Schone Zee. Want aan iedereen ga je vertellen dat de zee schoner moet. Ja, dat is absoluut. En dat we dus heel netjes moeten zijn, bijvoorbeeld ook op ons strand landkleren aan. Want je kan niet, als een verzopen katje hier komen aankwispelen, want dat vinden de kinderen niet zo fijn. Dus ik heb eigenlijk vlak voor de zee uitgehangen, heb ik eventjes dit pak aangetrokken. Maar het lijkt precies op een zee. Cecilia van het strand gehaald en die kon zich niet bedwingen om zo lang te wachten om een mooi kunstwerk te maken. Dus die hebben al wat gemaakt, dus toen die streep was van het strand. Dat zeg ik misschien al eens opmaakt. En die hoed hoort daar erover. Dus Cecilia, en straks mogen jullie met z'n allen heel mooi kunstwerk. Jongens, hier moeten we uitkomen.
werk maken. Dat maakt geen bal uit. Ja, iedereen, en help elkaar en los elkaar niet in de weg. Ik wil mooi maken. Ja? En jij ook? Ja. Leuk zeg. Het is heel erg leuk. Oké, wie heeft een prijs? Ja, een dingetje aan het versieren. En kan je daar een prijs mee winnen? Ja. Kijk zo. Nog een half uur. Er wordt straks gemeld binnen wie dan de winnaar is. We mogen eerst even met z'n allen beneden naar het strand. En jullie opdracht is om een snelle Nou, of moeten we net over? Nou Rob, jij krijgt dubbel straf. Zijn jullie? Nicolaaschool! Oké! Het is de beste weg, het is de beste weg! De bedoeling is dat jullie heel veel herrie gaan maken met dat schelpje. Oh, dat en dan kan je door je duimen erop te doen en dan te blazen. Wie kan het best fluiten? Nou, jullie schrijven dan nooit meer dat je op een schelpje plaatst. Dat is rood. Van harte gefeliciteerd. En het is creatief omdat jullie allerlei zaken die hier op het strand zijn, flesjes, netten. Nou, je kan het zo gek denken wat jullie allemaal erin hebben verwerkt. En we willen jullie graag deze prijs uitreiken. Wie is de vertegenwoordiger van rood? Sam, kijk eens, namens je school, van harte namens de gemeente en Kimo, van harte gefeliciteerd. En jullie hebben echt iets moois gemaakt. Heel erg gefeliciteerd, jullie hebben met vele handen een heel mooi ding gemaakt. En vele handen maken schone stranden. De kleur blauw is de kleur van de zee en het is ook nog eens een keer de helft van de vlag van Zandvoort. Dus ook van harte gefeliciteerd. Wie is de vertegenwoordiger van blauw? Nou, ook dames en Timo. Zou jij een klein stukje, de laatste alinea van je opstel willen voorlezen, zodat iedereen het kan horen hoe goed het is en hoe leuk? Ja hoor. Ja, geweldig. Ja. De dolfijn zwemt naar Lisa toe en Lisa aait hem. Het lijkt net als de dolfijn kan begrijpen. Dan zwemt ze even naar boven of ze de kus niet meer kan zien. Chips, zegt Lisa. Ze vraagt de dolfijn of hij haar naar de kus kan brengen. De dolfijn gaat enthousiast in het rond zwemmen. Dat is vast een ja, denk ik. Ze pakt hem veel vast en